more to you guys on the timeline. Ja, kijk, toen Martin bij ons kwam, toen stonden wij onderaan in de Eredivisie. En was de club al aardig in de NBA doen. Deze club is vanuit het verleden eigenlijk altijd was spelen met op allerhoogste niveau. En dat maakte ik gewoon zonder onderaan. Dus ik had ze nodig om te degraderen. Maar dat is eigenlijk gekomen. Dus dat jaar in de Eredivisie gehouden. Want in dat jaar twee of drie goede spelers er bijna aangetrokken. Waardoor uiteindelijk de situatie kwam. Uiteindelijk bleef het net in de Eredivisie. En de jaren daarna is het eigenlijk beter geworden. Met uiteindelijk nog een kwalificatie voor de Toto als hoogtepunt. En is het eigenlijk in de 68e edition. Ja, was toen het de Toto Cup. Ja, was de voorbeeld van Europa League. Ja, en dat deze club in de 15 clubs toch wel in Nederland is. Het gaat om achterland. Gewoon die 4000 mensen. Was dat? En van Brabant. Voor Europees voetbal spelen. Dat is fantastisch. Maar vooral zijn beginperiode, ja, dat was daarvan zie ik echt de kwaliteit van de volgende. Met zo weinig in één keer zo maximaal in investeren op het moment dat er zoveel druk is, maar ja, dat is uniek. Wat had eigenlijk de supporters voor hem gezien? Wat had ze zeg maar, na de twee, derde, drie wedstrijden, wat had ze de gedachte van? Ja. Wordt het goed? Niet goed, maar ze zijn heel blij mee, positief, negatief. Ja, Martin is wel vanaf het begin af aan een trainer geweest waar mensen echt mee zijn weggelopen. Hij is natuurlijk niet verliefd tot trainer van 75 jaar, volgende 75 jaar gekozen. Dat zit er vooral één in als mens. Het is gewoon een hele warme persoon, is, maar ook een hele open persoon, die altijd mensen achter het team weet te krijgen. Dus vanaf het moment dat je hier komt bij een club en onderaan staat en je problemen verkeert, en je bent open, je bent warm, en je weet mensen achter de club te krijgen. Ja, heel positief. Ja, heel erg. En zeker ook als je die wedstrijd gaat winnen, want zo simpel heb ik het geloof. En dat gebeurde, je doet daar natuurlijk ook een gevolg van. En wat je nog steeds ziet, in dit beeld ook zeker met Willem, en dan hier aan de overkant van het scherm staan. En als je dan ziet hoe Martin ook de supporters toespreekt, hoe kort die daarop zit. Na de baan die is, terwijl eigenlijk is een hele grote trainer. Ja, het zegt vooral heel veel voor de mensen, maar die hoop die al na de baan is geholpen, is dat het deze keer niet goed ging. Ja, dat hebben wij ook gemerkt in het begin van de laatste tijden, met al die twee jaar terug hadden wij, voor het seizoen hadden wij de competitie begonnen. Normaal is het dan eigenlijk altijd de laatste 10 jaar, ieder jaar competitie, Afrika Champions League. Supercup, Cup en zo. Maar sinds zij in Egypte is gekomen, is het alleen maar positief geworden. Voor Al-Ahli, vooral. Het gaat alleen maar naar de goede top van het buurkamp, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Maar ik heb ook een andere vraag. Wat denk je ervan? Wat kan Martin hier op eigen denken in Egypte? Vooral met Al-Ahli. Alles. Alles? Alles, ja. Ik denk dat hij, als je puur kijkt naar zijn. Trainer coach vaart weten. Dat zijn trainer die, zoals hij de mensen achter de club heeft gekregen, zo krijgt hij zijn spelers ook achter het resultaat. En bij Martin maakt het niet uit of je nou keeper bent, of nummer 2 bent, of nummer 3, 4, 5, of nummer 18 of 19. Ook nummer 18 of 19 heeft hij heel belangrijk. En omdat iedereen één is, weet hij heel goed iedereen achter één doel te krijgen. In dit geval is het alles winnen wat ik te winnen vind. Juist. En dat kan hij heel goed. En daardoor stijgen spelers boven zichzelf uit. Het maakt niet uit of je bang zit of in de basis aan het staat. Spelers worden beter en gaan geloven. En wat Martin aangeeft, het zegt en doet, hij stijgt boven zichzelf uit. Iedereen is belangrijk. En dat is voor een training coach. Ik heb niet eerder een training coach meegemaakt. De laatste vraag is: waar denk je dat kan Martin op invullen? Nou, ik denk dat het voetballen in ieder geval in Europa bekend staat. Dus voetballen met heel veel passie. Soms kan die passie ervoor zorgen dat als het even niet goed gaat, dat het ook helemaal verkeerd gaat. En Martin is natuurlijk een trainer die juist omdat hij iedereen achter de club, achter het doel weet te krijgen,
denk ik dat hij gaat beïnvloeden dat op het moment dat het een keer wat tegen zit, dat hij toch gerust blijft en dat mensen toch voor het doel blijven gaan. Waardoor je eigenlijk nog wedstrijden blijft winnen en niet zo heel makkelijk van de les bent te krijgen. Dus ik denk dat hij dat met zijn manier van werken wel wat meer gaat geven. Dus en twee, hij maakt spelers echt beter en hij laat spelers ook geloven dat ze goed zijn. En dat is een hele positieve benadering. Ik denk dat hij dat met de manier waarop hij als mensen werken ook mee gaat leren. De spelers echt bewust worden van betere, goede stappen. Ja, dat kan ik ook mee.